van Di Matta. Dat verraste mij ook niet, omdat... Kos voor terugdraaien. Hongla. En Gerk is in één tijd. En daar is de eerste bal tussen de palen van Antwerpen en de eerste save van Hendrik van Kronbrugge. Richting de verste hoek, goede save van Kronbrugge. Ah, Sambi Lokonga. Als Anderlecht de bal heeft, dan gaat het wel veel sneller diep, veel sneller naar voren. Dat is een van de redenen waarom ze hem gewoon minder lang hebben. Ja, natuurlijk. Het is goed van Refailov. Zelf directer spelen. Bouta, Mbokani niet, maar Mpoma wel. En daar zat Van Kronbrugge er nog aan of niet? Nee, het wordt een doeltrap. Die heeft tijdens het vrijlopen een trapje gekregen. En kijk eens, Boundou. Ja, hij ziet de bal niet vertrekken. Hij is niet aan het kijken naar de bal. Onkla, Refailov. Refailov en Van Kronbrugge. En dan plots Bouta, maar die kwam vanuit buitenspel. Moment. Ja. En dit is duidelijk buitenspel. Van Martijn Onkla. Metja moet dan eigenlijk temporiseren of de bal zo lang bijhouden omdat er op de kanten niet gelopen wordt. Touw is de enige die daar aanstalte maakt om diep te gaan, om die inspanning te doen. Mpoma. En weer Van Kronbrugge. Paul Mukairu. En Amuzu met Sek. Konga opnieuw. Niemand die hem volgt. Veel ruimte. En dit is prima. Paul Mukariu krult hem prachtig voorbij Jean Buté. En het is 1-0 voor Anderlecht. En de goal valt uit heel onverwachte hoek. De debutant in de Superleague Pro League, Paul Mukariu. Doet niks af van de schoonheid en van de manier waarop Mukariu deze weglegt. En ik vond het is knap. En Benavente, Miyoshi. Kerk is vrij aan de rand van de 16, Yoshi. Dat is een goede trap en daar zien we Van Kronbrugge. Oei, het werk van Amuzu. Amuzu wacht op steun. Jules komt aangevlogen. Amuzu moet het zelf gaan doen en dan kruist hij net te veel. Dan laat hij de kans op de doodsteek liggen. Miasga. Richting Amuzu, dat wordt Sek. De tweede bal is wel voor Anderlecht. Metja. En Metja, Lucassen is ook mee. En Metja gaat nog trappen, nee. En Metja nog. En vindt Jean Buté op zijn weg. Anderlecht dichter bij 2-0 dan Antwerp bij 1-1. Verschillende kans gehad om te trappen. Ja. En hier is een Metja. En kijk eens ontlading bij Vincent Kompany. Anderlecht pakte 3 punten tegen Antwerpen.